van erfenakker. Boeren die te veel produceren. Er is een tijd geweest dat er overschotten waren in de agrarische sector. Er was te veel graan, er was te veel zuivel, er was te veel boter, er waren te veel boeren. En daarover hebben we ooit een stukje geschreven. Misschien leest niemand ooit dit stukje dat wij nu schrijven, want het is best mogelijk dat de maaidorsters bedrijvig ronken en geen enkele boer ook maar enige aandacht over heeft voor het landbouwblad. Dan verdwijnt het blad met zijn kostbare inhoud met bandje en al erom in de papiermand. En later wordt het er misschien nog eens een keer uitgehaald en gebruikt om wat haring of bokking in te pakken. Maar dat is dan ook alles. En toch geloven wij met u in deze tijd dat er belangrijkere zaken zijn dan kranten natuurlijk. Alles wat we in het voorjaar in de aarde hebben gestoken, onze liefde, ons geld, onze beste krachten, dat moet nu worden beloond. Nu heffen wij de hand op en vragen ons loon voor de arbeid. We weten er nog niet of we tevreden zullen zijn. Het is alles een kwestie van afwachten en vertrouwen hebben in de afloop der dingen. Zo rond deze tijd kunnen we dankbaar door de rijpende velden lopen. We nemen een aar in de hand en wrijven die uit en bedachtzaam wordt het kaf van het koren geblazen en we bekijken aandachtig de korrel. Is ze fijn? Is ze grof? Is ze droog genoeg? Kostbaar goed groeit er op onze akkers. Wij beheersen de bron van het leven en eigenlijk moest men ons diep dankbaar zijn voor onze zorgen. Maar alles lijkt zo gemakkelijk voor een niet-boer. We nemen een stukje grond, we werken dat en deponeren zaad daarin. Zo en daarna is het allemaal kinderlijk eenvoudig. Je hoeft niets anders te doen dan af te wachten. Je kunt gewoon met je rug op de grond gaan liggen, met je ogen dicht en de tijd afwachten tot de oogst er is. Het geld groeit figuurlijk uit de aarde. Ho, hoe zorgeloos zijt gij boer, zou men denken uit de stad. Was het allemaal maar waar. Men is ons niet eens dankbaar. Men roept van links en rechts dat we veel te veel produceren. Honderden van ons moeten maar verdwijnen. Het geeft niet hoe, als ze maar niet meer produceren, want er is veel te veel eten. Plant die akkers maar vol met bos en hei. Veel te veel eten hier in het westen, maar veel te weinig in het oosten en in andere arme landen. Nog sterven er dagelijks mensen, niet door ziekte, niet door kogels, maar omdat ze hun lege magen nog nooit gevuld hebben. Ze hebben nog nooit dat heerlijke gevoel gehad van, nou ben ik lekker vol en wat heeft me dat gesmaakt? Hier kibbelen we over het vraagstuk of we een doorgebraden biefstukje zullen nemen of zomaar een varkenscarbonaatje. Hier gooien we met broden, met vlees en met vruchten. En vroeg of laat moet het hierin tot een kentering komen. Wanneer het zal zijn is nog een grote vraag. Maar de toestand is te vergelijken met de grote sociale omwentelingen van het begin deze eeuw. Toen waren er ook twee klassen. Zij het dan op een ander gebied. Nu is dat nog zo. Een gebied waar men alles uitdenkt om toch maar niet te dik te worden. En een ander gebied waar moeders de laatste hap uit hun mond sparen om het aan hun uitgemergelde kinderen te kunnen geven. Maar hun streven blijft nutteloos, want sterft het kind vandaag niet, dan zal het morgen sterven. En zo het niet sterft, mag het alleen maar hopen op een toekomst waarin er brood voor allen zal zijn. En alleen een zekere gelijkheid in welvaart kan een langdurige vrede waarborgen. Anders zal er nooit een waarlijke vrede heersen. Als straks de atoombommen vernietigd worden en de wereld ogenschijnlijk voor een rustiger tijd zal staan, dan nog is dit slechts een toestand die gezien wordt met grote oogkleppen aan. Aan beide zijden van ons westen worden handen opgeheven en vragen hongerende ogen om kruimels van onze rijke tafel. Zorgen wij niet dat wij hen uitnodigen om aan te komen zitten, dan zullen ze vroeg of laat ons van de stoelen werpen en zelf de plaatsen van de tafel innemen. Nu nog is de polder vol, de aren staan gebogen en wiegen gewillig mee in de late avondkoelte. Tegen de dijk trekt de nevel omhoog en een paar vaarzen dromen als standbeelden in de wei. Een paardje kuiert hand in hand over de kruin van de dijk en kijkt naar een geschikt plaatsje om te vrijen. Er is vrede, welvaart en liefde. Alleen het laatste heerst er bezijden onze oogkleppen, maar het bevredigt niet. Dank u, schrijft Kouter.